Hallo allemaal, ik ben Joenjo en welkom bij de tweede aflevering van mijn Lotto Soudal carrière Vind je het leuk? Aarzel zeker niet om op die like-knop te klikken. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook eens op de rode knop onderaan de video. En dan ga je alle video's kunnen volgen. Nu, de vorige aflevering heb ik natuurlijk de Australische titel gepakt met Adam Hansen. En voor deze aflevering zullen we ook in Australië blijven. We moeten namelijk de Tour Down Under rijden. De People's Choice Classic heb ik al gereden. Die heb ik gewonnen met Maureen Hovland. En we hopen dat hij even goed zal presteren in de Tour Down Under. Al is er natuurlijk wel kans dat het deelnemersveld iets moeilijker zal zijn. Of iets beter zal zijn in deze Tour Down Under. Waar we trouwens de top 10 moeten halen van de sponsors. En we gaan eens kijken naar onze selectie. Uh, Marcinski mag uit, uh, zit nog niet echt in vorm. Hansen, wel, Hofland ook de buis van de Zanden. Thomas de Hent en Remy Mets zijn dat wel. Dus die zullen mogen blijven. En dan hebben we nog één renner nodig. En dat zal, vre, zullen we eens kijken wie we gaan nemen. Ja, Frederik Frézon, dat lijkt me een goede keuze. En uh, ja, daarmee zullen we de toer doen en er dus uh, rijden. De eerste etappe is een vlakke rit en uh, die gaan we natuurlijk beslechten in een massasprint. En daarvoor hebben we een sprinter natuurlijk met Tosh van de Zanden, Jasper de Buist en Moreno Hofland die het moet afmaken. Of dat zal lukken is natuurlijk de vraag, want er zit iemand in het wiel van Hofland. En uh, dat is Viviani. Dus uh, Viviani is natuurlijk wel een betere sprinter dan Moreno Hofland. En uh, we zullen zien of dat ook tot uiting komt in deze finale. De Buist staat nog altijd heel goed aan kop van het peloton. Hofland nog altijd in het duur nog 2 kilometer te gaan. En uh, op het juiste moment moet Hofland eruit komen. Dat doet hij nu. Valt eventjes stil, maar zet dan opnieuw aan. En kan hij de wens pakken? Nee, nee, Viviani is veel sneller. Viviani is veel sneller, maar toch een knappe tweede plaats in de openingsetappe. En de derde is voor De En ook in de tweede etappe gaat het natuurlijk naar een massasprint. En hier zitten we ook nog in de laatste 5 kilometer met een grote sprinttrein eigenlijk nog. Want Adam Hansen zit nog altijd aan kop die nu het nu wel gaat overgeven aan Tosh van de Zande. Die het tempo omhoog mag doen. Zodanig dat er niemand overkomt. Want uh, eens kijken waar nu zit, nog niet meteen te zien. En uh, nu is het tijd voor Jasper de Buis die de sprint mag aantrekken. Eerst nog wat tempoleden, Nog iets meer dan 2,5 kilometer. En daar dus, uh, is Viviani al. Oh, die gaat zeer snel de sprint. En dat kan niet anders dan hij gaat stilvallen. Dus uh, wij gaan nog even wachten. En nu gaan we ook sprinten. En we gaan makkelijk over Viviani. En Sagan zit in het wiel. Wie wordt het? Molino Hofland of Peter Sagan? Molino Hofland of Peter Sagan? Het is. Moreno Hofland en we winnen de eerste World Tour wedstrijd van ons carrière. Knap gedaan voor Moreno Hofland. We staan nu aan de leiding met Moreno Hofland en nu is het zaak om die leiding vast te houden. Al wordt het moeilijk in deze etappe van naar durling Want het is een zeer lastige finale met wat klimwerk en Moreno Hofland is niet de beste daarin. Maar we zullen zien wat het wordt in deze derde etappe. En hier zitten we met nog een kleine 30 kilometer te gaan. Met een koproep met onder andere Duval, Pollet, Beppo, Scheer en Morten. Een uh, voorsprong van meer dan 2 minuten. En als we aan de leiding willen blijven, zullen we natuurlijk die koproep moeten inhalen. Maar zelf zal ik het had niet toereden. Momenteel toch nog niet. Want uh, dat verspilt alleen maar krachten en die hebben we nodig voor onze sprintrain natuurlijk. Al zullen we wel binnenkort eens gaan kijken om onze sprintrain te maken. Want het is natuurlijk nog altijd afwachten hoe Morino Hofland op de heuvels gaat reageren. Is natuurlijk niet de beste klimmer. Dus daarom ook opletten dat Adam Hansen en Thomas Hens zeker voor hen blijven. Om toch in die top 10 van het klassement te blijven staan. Hofland moet op zich niet echt winnen om in die top 10 te blijven staan. Als hij in het peloton kan blijven is dat natuurlijk ook goed. En uh, Remy Match is de man die hem moet bijstaan. Hofland zakt nu wel een klein beetje weg, maar dat is op zich niet zo erg. We hebben binnenkort nog een stukje bergaf, dan kan hij weer vooraan raken. De hand blijft wel mooi vooraan met de buist in, of uh, in het wiel van de buist. Hansen is hij ook. En Hofland is hier ook terug. Dat is geen enkel probleem. Hofland op zich ook niet al te veel krachten verspeld. Peter Sahan zit hij wel en die zal in principe geen krachten verspeld hebben. Die is perfect gemaakt voor dit soort aankomsten zoals hier zit in de laatste kilometer. Lichtjes bij hop. En de finish loopt dan vlak of iets in dalende lijn. Dus het wordt een uh, aankomst voor sterke mannen. Ondertussen de koproep 1 minuut 40 voor, dus die voorsprong gaat mooi naar beneden. Al is het nog altijd krap 1 minuut 40 met een 15-tal kilometer en daarom mag tasje van de Zanden aan kop gaan rijden. Mag die kloof verkleinen, want uh, we willen natuurlijk onze leiding niet kwijtraken aan een renner uit de koproep. Ondertussen gaan we hier eens kijken wat we gaan doen. De Hent mag in het wiel van Adam Hansen. Dan hebben we de Beust ook nog, die wat tempo kan maken. En uh, Hofland mag in het wiel van Thomas de Hent. Dat is niet onze normale sprinttrain. Daarvoor hebben we bepaalde renners al veel te veel krachten gebruikt, zoals Jasper de Buist. En uh, we zakken nu wel wat vrij weg achteruit. Maar Hensen mag de buis volgen en nu gaat hij wel knap vooruit. Haalt iedereen in, maar de rest is natuurlijk wel niet mee en we verbruiken hier wel onnodige krachten. En waar is Hofland gebleven? We hij nog in het wiel van de hand inderdaad, de data, zet hij nog. Ook niet te veel krachten verbruiken, niet te veel in het wiel moeten gaan. En uh, ja. Tos dus van der Zande mag het tempo nu heel zwaar omhoog doen. En we zien de koppen al voor ons rijden. Nog een voorsprong van een halve minuut. Dus uh, ja, we gaan dat zeker halen. Want op dit, dit soort lastige aankomsten is het ook voor de koppen moeilijk om voluit te blijven gaan. Ook hun krachten gaan naar beneden natuurlijk. Tos dus van der Zande pakt nu al een aantal meters op de buist. En de buis is redelijk dood, dus die gaat ook niet veel werk meer kunnen doen. Dus zal Hensen het zelf moeten doen. Wel opletten dat de hand mee kan halen. Dat de hand niet te veel krachten verliest. Want we zitten in de laatste 5 kilometer. En de hand moet toch al een aantal meters dicht fietsen. Niet ideaal, Thomas. De hand is redelijk dood. Tot zijn explosief vermogen kwijt. En uh, ja, Hensen met nog 2,5 kilometer. Hofland zit een beetje ingesloten, maar doet misschien wel mee voor de zegen. Een aanval van Philip Schuberg. Zo kort op de finish met Kwiatkowski, maar ze raken niet weg. En Hensen gaat naar voren. En daar is Hofland ook. Hofland met de sprint. Gaat hij winnen? Jawel, niemand in de buurt. Hofland wint gewoon. Hofland wint gewoon of. Nee, dat was een blunder. Dat was een blunder, Sahan had nog over de jeugdende hofland, En hofland wordt dus tweede. Maar niet te we staan nog altijd aan de leiding. En uh, in de vierde etappe is het hier al. Is het opnieuw een massasprint in principe. Maar je zet een koproep voor. En die koproep gaat vooruit blijven. Maar niet echt uh, grote namen in die koproep, Of toch geen renners die dicht staan in het klassement. Dus heen. Bang hebben om onze treur kwijt te raken. De buis trekt hier de sprint aan voor Saganon. Hofland is het wiel kwijt geraakt. En dat is natuurlijk een klein beetje spijtig. Maar het is toch niet voor de overwinning. Hofland valt dan ook nog iets te stel, stel Waardoor de rest er ook overkomt. En Hofland heel ver in de achtergrond zal eindigen. Dan is het tijd om naar de Koninginrit te gaan. Met Wilunga heel natuurlijk. Twee keer zelf. Maar niet aan de aankomst. En dat kan misschien een voordeel zijn. Al weet ik niet of Molino Hofland die dubbele beklemming zal overleven. Maar we hebben dan natuurlijk ook nog altijd Thomas de Hant en Adam Hansen om ons in die top 10 te plaatsen. En we zitten hier op een kleine 50 kilometer van de aankomst met het peloton. Nog altijd een kopje van Aal die 2 minuten voor voorzet met Van den Bij. Slachtig. Scheer opnieuw, Marcato, Clark, en Gon Haga, Hulle, Martens en Knees. Toch wel een grote koproep die waarschijnlijk niet al te makkelijk zal in te halen zijn. En de Hofland gaat nu naar voren om toch aan de voet van de eerste beklimming van Willem Hill toch wel mooi vooraan te kunnen zetten, zodanig dat hij niet te veel krachten verliest. Hopelijk gaat het hier niet al te snel. En daar lijkt het wel op. Dus dat is wel goed voor Hofland. Dat hij die eerste beklimming zou kunnen overleven zonder krachten te gebruiken. En ook de rest van de ploeg gaat nu vooraan. Postvatten met de hand en hensen. En we zitten hier met vijf renners. Van de Zanden Zet iets achter. En ook Remy Metzel nog. Nee, Remy Metzel zit hier bij Hofland natuurlijk. En uh, ja, voorlopig gaat alles goed dus. Want uh, als we hier volle bak naar boven zouden rijden, zou Hofland natuurlijk veel te veel krachten verbruiken. Want het doel is natuurlijk nog altijd om de ledenstrij vast te houden. Ondanks dat de sponsors tevreden zullen zijn met een top 10. Maar eens je die leiderstrui hebt, wil je die natuurlijk behouden. En als we die vandaag nog kunnen behouden, zullen we wel in principe... Die leden kunnen vasthouden morgen ook, want dan is het een volledig vlakheid En van de zanden is hier achterop geraakt, samen met Frederik Frieson, die natuurlijk wel al wat krachten verbruikt heeft. Maar op zich is dat niet zo ramp, zolang dat Hoofland de Hent en Hansen maar vooraan blijven. Want echt sprint aantrekken zal er niet bij zijn waarschijnlijk. Aan de, fin, aan de finish. Van den Berg en Kluik tussendoor gelost, ook Hugo Hoel is gelost. Dus zijn er nog acht renners voor jou in het peloton. Of in de kophub liever. En hier in het peloton nog iets meer dan 30 kilometer en gaan ze de afdaling in van de eerste beklimming van Wilunga Hill. En de achterstand op de kophub is nog een kleine 3 minuten. Ondertussen zit de hand redelijk achteraan in het peloton. Ook Hansen zakt wat weg. Dus uh, we gaan dat moeten oplossen. En uh, ik ga gewoon de hand in het wiel van Hansen daarvoor zetten. En ze kunnen dan samen vooruit, of vooruit rijden. Ook de buis zat, zakt wat weg. Dus het tempo ligt wel redelijk hoog. Al zou je dat niet zeggen, want de voorsprong van de kophub blijft. Intact iets naar beneden waar we nog altijd 2 minuten 40 met zo'n 25 kilometer te gaan. En daardoor gaan we van de zanden het kopwerk laten doen. Net zoals in de vorige etappe heeft hij dat goed gedaan. Of in de derde etappe was het. En we zijn hier aan de finish. Maar we moeten natuurlijk nog een ronde rijden. We moeten nog één keer over Willonga Hill. En hopelijk gaan we dat overleven. Ondertussen... Heeft Van de Zanden een half minuut van de voorsprong van de koproep afgedaan. En we zitten hier aan de voet van de beklimming. Hofland zit in een goede positie. Zo'n tiende plaats in het peloton. En zolang Van de Zanden aan kop blijft rijden, is dat allemaal geen probleem. Wil zeggen dat er geen aanvallen komen. En uh, nu is het iemand van Boya die het tempo aanvoert. Waarschijnlijk voor Peter Sagan natuurlijk. Ook Arno de Demar zit nog vooraan. Of in het wiel van. Uh, Moreno-Hofland en uh, die zal natuurlijk ook proberen te volgen voor de Massasprint. En uh, Hofland bleef mooi, knap standhouden. Moet natuurlijk wel diep in zijn krachtenarsenaal gaan, maar bleef kijken, wat een uh, mooie prestatie. Zesde plaats ongeveer van het peloton en we zijn al bijna boven. Heeft natuurlijk wel wat krachten moeten verbruiken, maar kan wat recupereren in de afdaling. En daar zijn sprint is natuurlijk goed en in die recuperatie. Hofland moet natuurlijk wel niet aan kop gaan rijden, maar gewoon in de leute wat zetten. Hansen kan dat doen. En we zetten nog met een hupje van 18 renners. Dat is toch wel een klein hulpje. niet verwachten en zeker niet dat er daar nog 4 renners van mee zetten. Adam Hansen, Thomas Hent, Moreno Hofland en ook Remy Metz, de jonge renner, die het zeer goed doet. Ondertussen de koproep nog meer gedissimeerd en de eerste renner zit 1 minuut voor op het peloton. Dus nu is de vraag of we dat nog gaan inhalen. Maar hier gaan we de afdaling in met nog iets meer dan 10 kilometer hier de boog van de 10. En uh, misschien kan Remy Max nog iets doen behalve drinken gaan halen. Maar ik denk het niet, want zijn krachten zijn op. En uh, Adam Hansen mag dus het tempo blijven aanvoeren. Hier nog drie renners die ingelopen worden. En we hebben dan nog drie koplopers, maar die zitten maar in 35 seconden voor. En Hansen kan zo het tempo nog hoger leggen. En de koploep is dan een vogel voor de kat met nog 5 kilometer te gaan. Hansen mag nu aan de kant gaan want Thomas de Hand kan het overnemen. Want we wel, natuurlijk niet dat Hansen ook nog gaat lossen. Dus die moet in deze groep kunnen blijven. En de Hand gaat dus nu de laatste 5 kilometer voor zijn rekening nemen totdat Hofland aan zijn sprint kan beginnen. En we zien daar de finish al liggen, de boven van de laatste kilometer. En de hand mag voluit gaan. Er is natuurlijk geen sprinter, dus de tempo zal niet zo hoog liggen. En de maai zit in het uur van Hofland, dus dat wordt wel ook wel moeilijk. van Bahrein gaat hij de sprint al aangaan. En nu is het Hofland. Nu is het Hovland die zal moeten sprinten. Zal hij eruit komen, want de maai was huur en we zaten hier wat ingesloten en in de achterstand is te vijf, maar de maai wint wel en Hovland nog mooi knap tweede. Voor Albassini is het inderdaad. Dus uh, wel knap en hij breedt zijn voorsprong. In het algemeen klas zelfs uit. Dan hebben we enkel nog de laatste rit voor de boeg en we staan 12 seconden voor in het klassement en we kunnen de eindstrijd niet meer verliezen aangezien er daar nog een kopje voor rijdt, nog 4 kilometer te gaan. In principe is het zelfs beter als we die ook niet inhalen, maar zolang we in het peloton blijven zijn we sowieso eindoverwinnaar van deze Tour Down eindig. Enkel Sahan, nee zelfs Sahan kan mij niet meer inhalen want het is... Verschil is 12 seconden dus en er zijn maar 10 seconden bonificatie te krijgen. De Beus mag nu al zijn sprint inzetten en Hofland mag dan meteen nog proberen, maar die kop is te ver weg natuurlijk. 11 renners voorop, het is een sprint voor de 12e plaats en wie zal die winnen? Hofland, Sahan sprint, de Maas sprint. Ook de Beus gaat nog goed, maar het is Sahan denk ik inderdaad voor de maar, en. Hovland in het peloton, maar dat heeft natuurlijk geen belang, want Moreno Hovland is eind overwinnaar voor Peter Sagan, Arno de Maaar is derde. En verder in de top 10 had je Albasine, Colbrelli, Matthews, Adam Hansen en Thomas Hent, nog twee Renaissance, Valverde en Kwiatkowski. En dan gaan we eens kijken naar de klassementen, want de, de eerste WorldTour-wedstrijd is natuurlijk gedaan. En dan zullen we natuurlijk aan kop staan met Holland. Inderdaad staat bijna 200 punten voor op Peter Sagan. Ook Adam Hansen en Thomas Hansen logischerwijs in de top 10. Wij staan ook redelijk vrij voor op BORA. En uh, ja, internationaal is op zich niet zo belangrijk natuurlijk, maar we doen het natuurlijk wel zeer sterk. Ook de doelstelling nog eens bekeken en ja, zie je ziet dan dat uh, de dan in de herslacht zal zijn. Wat in eerste plaats. En de volgende is het Vlaams openingsweekend. En daarmee gaan we naar het programma meteen. En kijken welke wedstrijden we nog moeten rijden in tussentijd. En dat is het Trofeo Porreyes. Trofeo Andreas, Trofeo Serra de Traymunta. Trofeo Palma. Cattle Evans Race. Dan hebben we ook nog de Ronde van Valencia. De Stijl van Bessage. Zie ik hier nog staan. De Ronde van Moesia, De Trofeo Liguria. De Almeria Tour van Maand, de Ronde van Andalusië en de Abu Dhabi Tour. Dat zal ik, dat zal ik allemaal rijden offscreen. En dan gaan we in de volgende aflevering de omlopend leerveld en kunnen brassen kunnen doen. En uh, ja, hopelijk even goede resultaten halen zoals we nu doen, natuurlijk. Vond je deze aflevering leuk? Klik zeker op die like knop. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. En dan zal ik je in een volgende video terugzien. zien. Tot ziens, dag!